waarom wij dit eigenlijk krijgen. Dag van de Leidse. Wat zeg je? Dag van de Leidse. Het is de dag van de Leidse. De dag van de pedagogisch medewerker. Ik wist ook zelf niet dat het de dag van de pedagogisch medewerker is. Maar het is wel mooi dat er even bij stil wordt gestaan natuurlijk. We hadden het wel kunnen zien aankomen omdat het wel de dag van de pedagogisch medewerker is. Maar ja, het was toch wel een verrassing dat we verrast werden. Goedemorgen allemaal. Kids, verrassing. Zo. Ze hebben het ook verdiend, vind ik. Want ja, ik zie ook hoe druk ze het hebben met zich voorbereiden op examens. En het werken in de kinderopvang vraagt ook best wel veel van je. Ik denk dat jullie misschien niet eens realiseren hoe belangrijk je bent voor ouders. Vooral voor kinderen. En daarom mogen jullie best eens in het zonnetje worden gezet. Elke dag ben je hard aan het werken om kinderen op te voeden. Hè, omdat ouders zelf moeten werken. En het is best wel een zwaar beroep om die kinderen te kunnen opvoeden. En dat is niet voor iedereen weggelegd, vind ik. Meestal wordt gedacht van nou, spelen, leuk, in de zandbak zitten, leuk. Maar nee, er moet echt goed over nagedacht worden hoe je kinderen begeleidt. Je hebt veel vrijheid, je kan, je bent heel erg bezig met de ontwikkeling. En ja, je bent ook veel gericht met ouders, overdracht. Dat maakt het werk wel heel leuk. Vind ik. Ja, het wordt steeds professioneler. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat we onze studenten daarin opleiden en in het besef dat ze echte vakmensen zijn. En het is een vak om trots op te zijn. Nu moet je hard volgen en als je het leuk vindt, dan zou ik zeker deze opleiding doen. Iedereen die thuis zit te kijken, kies voor de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker.